soms sta ik echt versteld van mezelf. Dan denk je van, hoe kan je nou zo'n kneus zijn? Vin, nee. Stop nou. Daar gaat hij hoor, hey. Een hele goede morgen. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En ik ben een beetje opgestaan met een beetje een dubbel gevoel. Want het zou vandaag lekker weer worden. Want in mijn vorige vlog zei ik, ik ga vandaag alvast editen. Of ja, dat was dan in de avond. Ik ga gisteravond of ging ik alvast editen. Omdat ik dacht dat het lekker weer zou worden vandaag. Maar ja, het valt eigenlijk best wel tegen. Zeg maar, het is ook geen slecht weer, maar het is nou niet dat je denkt van, nou, ik ga even lekker in de zon liggen, weet je wel. Want, nou goed, ja, je ziet het, hè, er is een kleine wolkenpartij. Oh, 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 oh. Het is vandaag dinsdag en Willem die moet, ja, die is zoals altijd alweer vroeg naar stage. En Ruben die is ook nog niet terug van vakantie. Die komt als het goed is vandaag terug. Die landt volgens mij om 12 uur en dan blijft hij bij Amber slapen en dan komt hij morgen weer naar huis. Maar ik ga eventjes een ontbijtje halen. En straks ga ik ook weer een self-tape opnemen voor een casting. Weer een casting voor een serie deze keer. En dit is ook wel een hele leuke rol. Die andere film waar ik een casting voor had gedaan was meer een jeugdfilm. En dit is meer een soort van volwassene serie waar ik zeg maar dan een zoon ga spelen van iemand. Dus dat is hartstikke leuk. Alleen het probleem is, ik heb een tweede persoon nodig die mij tegenspel gaat geven. En ja, er is nu niemand thuis. En ik had ook even aan Rijn gevraagd, Rijn van Duivenbode, die heeft met mij ook een GT's tegenspeeld. Hij heeft gevraagd van, yo, kan je even komen helpen? We kunnen even die self-tape opnemen, alleen die kan helaas niet. Dus ik heb een beetje een probleem. En ik weet nog niet hoe ik het ga fixen. Maar dat komt goed. Eerst ga ik even lekker een koffietje nemen en lekker ontbijten. En dan zien we daarna wel, jongens. Het komt allemaal goed. Mijn probleem is opgelost, want ik ga lekker richting huis. En dan gaat mijn moeder me helpen met de casting. Dus dat is top. Dat is gewoon perfect. Ik moet even mijn statief ophalen bij zijn ander appartement. Maar als die platen er weer zijn afgevallen, dan heb ik gewoon een probleem. Oh, ze hangen nog. Nou, perfect jongens. Hey, helemaal top. Kijk, ja, deze heb ik nodig. Die heb ik nodig. Wat is de vlat? Trouwens, nu ik hier ben, ik pakte net mijn statief zeg maar hier vandaan. Want ik was gisteren een beetje aan het testen hoe het is als ik bijvoorbeeld van die studio video's ga maken. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ik heb er ook nu een hele goede lens natuurlijk voor. Dus ik kan hele vette video's gaan maken. Alleen, laat eventjes weten in de reacties wat jullie leuk zouden vinden om te zien. Zijn dat game video's? Want dat vind ik ook leuk om te doen. Of moet ik ergens op gaan reageren of iets? Laat maar weten in de comments en dan ga ik het doen. Ik had laatst een video geüpload over mijn nieuwe huis, zeg maar. En over het andere appartement. En nou, trouwens, ik lees sowieso altijd alle comments. Dus vind ik hartstikke leuk om altijd te lezen. Maar bij die video las ik heel veel dingen van hoe komt hij nou aan zijn geld? Hij is toch helemaal niet zo'n lijpe YouTuber dat hij zoveel verdient aan. Nee, dat klopt. YouTube is eigenlijk niet mijn... ja, nee, zeg maar, het is niet mijn main verdienmodel. En eigenlijk, eerlijk gezegd, verdien ik er bijna niks aan. Tuurlijk wel wat, maar het is echt niet, zeg maar, ik kan er niet mijn huur van betalen. Alleen, ik heb natuurlijk ook mijn Instagram, ik heb mijn TikTok, ik heb acteren, dus ik heb best wel veel dingen. Ik ben ook bezig met muziek. En om daar een beetje meer duidelijkheid over te geven, ga ik binnenkort een video opnemen waarin jullie kunnen zien wat ik nou eigenlijk allemaal al heb gedaan in mijn carrière, zeg maar, of in mijn leven, zeg maar. Want ik ben al sinds mijn 9e bezig met acteren en ik heb nooit wat uitgegeven, zeg maar. Dus ik heb al heel veel gespaard. En ik ga daar gewoon op in bij die video, dus binnenkort komt die online. Nou jongens, kijk eens eventjes. Mijn andere lens zit erop en het ziet er nu heel raar uit, maar hij staat op een statief. Omdat we hebben net de casting opgenomen. En mijn moeder die heeft mij geholpen. Ja, dit is nu wel. Dankjewel. En zoals ik vorige keer ook al zei, je weet het zeg maar nooit met castings. Kijk, de ene keer dan denk je dat het heel goed gaat en dan heb je hem niet. En de ene keer dan gaat het heel goed, of dan gaat het heel slecht en dan heb je opeens de rol. Maar goed, de castingvideo is gemaakt. Dus ik ga zo lekker richting huis en dan ga ik hem editen. Nou jongens, ik weet niet of jullie het nog weten, maar hier zat een schade. Die is opeens verdwenen. Nou, hij is gewoon weg joh. Nee, maar blijkbaar was het dus echt gewoon echt een heel klein schrammetje tegen die paal aan. Ik was tegen een paal aangereden in de garage. Maar het is helemaal weg joh. Hey. What the fuck? Hij kan niet wel, hè? Mooi, hè? Pride Automotive. Gekke werk, hè? Zo. Het is weg. Nou, Jim zei al, het was gewoon een heel klein beetje verf wat ik heb meegenomen van die paal. Maar het is gewoon weer helemaal weg, jongens. Daar ben ik helemaal blij mee. Niks aan de hand. Rap niet beschadigd. Helemaal top. Willem eet vanavond niet thuis. En Ruben is ook nog steeds niet thuis. Dus ik ga weer naar die lekkere slager hier in Amstelveen. En dan ga ik weer zo'n salade halen. Want die was vorige keer lekker, dus dan doe ik dat. Deze salades zijn zo nice, deze diamanthaas maaltijdsalade. Die had ik nog niet en vorige keer had ik ook deze met kipperij. Maar het is top. Hé hey, jongens, dit is trouwens wel een leuk feitje. Ik weet niet of jullie het... waarschijnlijk kennen jullie het wel. FC Kip.
Dat met Jan Dino met Judeska, zeg maar. Daar is ook een film van, Bobini Holland. En hier, precies in dit gebouw. Hier, dit gebouw, wat nu zeg maar een lege SNS-bank is volgens mij. Dat was in de film FC Kip. Nou, ik dacht, ik vertel het gewoon even. Ik hoop dat jullie blij zijn met deze informatie. En doe ermee wat je, ja, wat je ermee wilt doen. Ah, fuck. Godverdomme. Ja, dit is natuurlijk helemaal, dit vind ik helemaal niks. Ik rij ook nooit zo. Alleen omdat ik die bank wilde laten. Nou, dan moeten we weer terug. We gaan weer terug. Nou jongens, dit is echt een grap. Ben ik aan het omrijden, is hier weg. Oh, oh, oh. Sta ik hier weer te wachten. Man, man, man. Soms sta ik echt versteld van mezelf. Dan denk je van, hoe kan je nou zo'n kneus zijn? Zit ik net, verdomme, een half uur te lullen over hoe ik mijn geld verdien en wat ik al allemaal heb gedaan sinds mijn 9e. Alles verteld. Kijk op mijn camera. Heb ik gewoon niet opgenomen. Ik, godziedorie, ja, ik ga het nu ook niet meer overnieuw doen. Dan doe ik het wel lekker morgen, want ik heb er nu echt geen zin meer in. Oh, 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 moet je kijken, joh. Ik heb het ook echt, kijk, je hoort het ook gewoon aan mij, wacht. Goed, conclusie, ik, kijk dan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een beetje... Ik heb gewoon een hele video opgenomen. Nou, lekker is dat. Nou, top is dat, jongens. Zo dom, zo dom. Ik verveelde me, jongens, dus ik dacht, nou, ik ga gewoon even lekker naar de sportschool. En weet je wat het chillen is? Kijk, de sportschool is hier gewoon 5 minuten vandaan, dus de stap is, zeg maar, heel klein. Meestal als je naar de Basic Fit moet of naar een andere, dan moet je, ja, dan is het allemaal ver en dan is het druk en zo. Maar bij deze kan je gewoon, ja, ik stap het gebouw uit en ik ben er ongeveer. Lekker saunaatje in en dan kan ik lekker gaan slapen. En dan, ja, heb ik nog even bewogen ook vandaag. Dus het is helemaal top. Een hele goede morgen. Ik ging even mijn kamer ophalen, want die heb ik gisteren hier laten liggen. En ik kom weer de studio in en het is er weer afgevallen. Hoe kan dat nou? Ik snap het niet. Op dat tape wat ik heb gekocht staat 75 kilo. Het kan dus 75 kilo houden. Het kan dus 75 kilo houden. Zo'n plaat is misschien 3 kilo. Oh jongens, ik word er moe van. En ik snap het ook niet, want waarom hangen deze dan wel? Deze hangen perfect. En deze vallen er steeds af. Of deze, of die. Man, man, man. Ik ben er echt, echt een beetje klaar mee. Maar goed, we hebben vanochtend lekker gesport al. Wim die zit alvast een broodje te eten. Ik ben ook mijn broodje aan het maken. Mijn eitje is lekker aan het... Oh, wacht, ik moet wel voor deze aanzetten. Maar het is echt vervelend dat het er steeds afvalt. Mijn studiopanelen vallen er gewoon constant af. Ja? Ja, alweer. Maar het gek is alleen de rechterkant. De andere niet. Dus er is een probleem. Er is iets aan de hand. Na 2 maanden is Ruben eindelijk teruggekeerd... Uit het oh zo mooie Spanje. Ruben, wat, hoe was het? Heb je genoten van het weer? Het was geweldig. Was het geweldig, jongen? Het was echt leuk. Je ziet er ook gezond bruin uit. Mooi, hè? Gelijk weer een lekker fantaatje pakken, hè? Ja. Oh, luxe, hè? Luxe. Ook gewoon thuis. Kijk hoe groen het geworden is, mensen. Ja, dat is wel echt chill. Zeg maar, in november toen we hier kwamen wonen was het eigenlijk helemaal kaal. Alleen maar takken. En dan, ja, dan ziet het een beetje grauw uit. Dan zie je eigenlijk alleen maar die gebouwen en dit allemaal natuurlijk. Maar nu is het helemaal groen is het helemaal mooi, joh. Het is helemaal top. We zijn er dus laatst achter gekomen dat er dus echt fucking grote vissen hier zitten. Alleen, als het licht goed staat, kan je ze dus allemaal zien. Dus als ik ze een keer weer ga zien, dan probeer ik het te filmen. Maar het is echt bizar. Ik zag er vorige keer echt een stuk of 20 met elkaar zwemmen. Alleen ik weet dus niet of ze eigenlijk alleen maar hier kunnen zwemmen. Of dat ze ook nog naar dat andere watertje daar kunnen. Of dat ze daar onderdoor kunnen. Maar goed. Ja, dat is de zorgen van de vis, hè? Nee, die is nieuw. Dit moet je niet doen. Nee, dit is een nieuw shirt. Ja, jongens, kijk, Willem heeft net mijn sok uit het raam gegooid en die ligt nu ergens daar in het water. Dus eigenlijk mag ik... Yo. Heb je bewijs? Ja, kijk, ik heb bewijs. Ja, je zegt dat jij niet verloren bent. Huh? Gooi hier. Ja, maar wacht, dan gooi ik hem wel hier. Nee. Dan komt hij in het... Nee. Willem heeft net ook hier mijn sok het raam uitgegooid. Stop nou. Ik was gisteren bij Jim geweest om te kijken, zeg maar, wat de schade aan mijn auto nou een beetje is. Uiteindelijk bleek het helemaal geen schade te zijn, maar gewoon, was het gewoon, ja... Dat er verf van de paal, zeg maar, op mijn wrap was gekomen. Voor de rest was mijn wrap ook niet beschadigd. Alleen ik zat er dus laatst over na te denken om misschien mijn kleur eraf te gaan halen. Dat ik gewoon weer terug ga naar de originele kleur. Anthracite is dat. Met zwarte velgen en alle andere details ook zwart. Ik denk eigenlijk wel dat ik dat heel erg dik ga vinden. En ja, ik weet niet. Ik vind mijn kleur nu nog steeds hartstikke mooi. Maar ik heb gewoon zin in een soort van nieuwe auto. En als ik mijn kleur eraf haal, dan is hij weer anders. En misschien dat hij dan weer wat nieuwer voelt. Ja, het lijkt me gewoon heel erg leuk om gewoon even weer een andere kleur te hebben. Dus ik twijfel of ik het moet gaan doen. Ik twijfel erover. Ik heb nog een lekker sportbroekje aan. Maar ik ga ook eventjes een sportshirt aan doen. Want wij gaan lekker padellen. Weer padellen, jongens. Oh, trouwens. Before I go, let's go. 2 dingetjes.
1. Jullie moeten allemaal abonneren, want dat zou ik echt heel nice vinden. En ik zie nog steeds dat er gewoon veel te veel mensen naar mijn video's kijken die nog niet geabonneerd is. En dat vind ik jammer. En nummertje 2. Zouden jullie het leuk vinden om een keer... Om een keer te zien hoe wij aan het padellen zijn. Want kijk, het is best wel lastig te filmen. Want een potje duurt best wel lang. En dan heb je waarschijnlijk een vlog van een uur of zo. Alleen, dus wat ik zeg, het is heel lastig te filmen. Maar als jullie het leuk vinden, wil ik best een keer een stukje gaan filmen. Of dat ik überhaupt maar één set doe of zo. Laat maar eventjes weten in de reacties. Magisch moment, wat hebben we gedaan net? Het is gelukt. We hebben gewonnen, kijk hier, let's go, yes! Nee, we hebben eindelijk een keer gewonnen. Meestal als ik, Koen en ik altijd tegen Ruben en iemand anders gaan, dan verliezen we. Maar deze keer hebben we gewonnen. Dus we gaan nog een potje doen. Vandaag was onze dag. We hebben 2 sets gewonnen. Koen. Ja. Wat zijn we goed bezig, man. 2 sets gewonnen. De tweede was 6-1, hè? Ja, dat is niet normaal. 6-1, hè, opeens. Het ging lekker, jongens. Maar we gaan even lekker een drankje doen. Eerste set tiebreak, tweede set 6-1. Wat wil je nog meer? Ja, het zegt me eigenlijk allemaal niet over tiebreak. Ik vind tiebreak zelf gewoon kut van. Over de derde set gaan we niet hebben. Nee, derde set hebben we echt flink verloren. Maar dat maakt ook niet meer uit, eigenlijk hadden we al gewonnen. Een hele goede morgen. En leuk dat jullie nog steeds kijken. Ik wil zeggen leuk dat jullie weer kijken, maar het is gewoon op dezelfde video. Dus leuk dat jullie nog steeds kijken. Ik rij hier nu over de weg en er liep een moeder eend langs met allemaal kuikentjes. En er liep een kraai bij. Er zat de hele tijd een kraai bij. Die liep de hele tijd mee en die probeerde een babytje te pakken. Het waren ze net in het gras en opeens vliegt de kraai weg met een kuikentje. Oh, wat zielig. Nou... Het is ook niet leuk om te zien, zeg. Ik ben aangekomen in Oudekerk aan Amstel en het is een beetje bewolkt. En normaal gesproken zou je dan denken, nou dan is het niet zo lekker warm. Maar het is echt heel warm en ook echt vochtig warm, weet je wel. Jongens, het is fantastisch weer. Mike, dit is echt een perfect weertje voor een lunch. Zullen we een lekker bootje varen? Ja, we kunnen ook even lekker gaan varen met de boot. Nee jongens, is maar een grapje. Het was net zo. Nee, het regent nu best wel hard. Je ziet niet echt goed op camera, maar... We hebben net hier gewoon gezeten met goed weer en het gaat nu toevallig regenen. Maar gelukkig zijn we alweer klaar. Dus dan gaan we lekker naar huis. Waar gaan we heen? Marokko. Is goed? Oh, je hoort het ook. Jezus, jongens, we moeten hier weg. Ik ben gaan rennen, jongens. Maar wat een kut weer, zeg. Het regent echt fucking hard. Maar goed, was gezellig. En ik ga nu lekker naar huis. Jongens, ik twijfel nog steeds wel echt een beetje over deze kleur. Want ja, misschien wil ik het wel gewoon houden. Ik weet het gewoon nog niet zo goed. Maar ja, ik moet het wel vandaag gaan doen als ik het wil gaan doen. Nou, kijk, het hoeft natuurlijk niet. Maar ik heb zeg maar een soort van een afspraak met Jim dat het er vandaag af kan. Maar of ik het ook echt wil doen... ik weet het niet hoor. Ik ben nu net thuis en ik had eigenlijk verwacht dat ik om 3 uur in Amsterdam moest zijn voor, voor dat autootje, zeg maar. Alleen dat bleek 2 uur te zijn. Maar ik heb eventjes een regenjas gepakt en ik ga erheen. En blijkbaar gaan we dus met dat autootje door de stad rijden langs allemaal verschillende punten. En uiteindelijk komen we op een event. Daar is dan ook een optreden van Fleming en zo. Dat wordt hartstikke gezellig. En ik ga er nu heen. Zo jongens, daar zitten we dan in het autootje. En ik zit hier met Waar Stan. Waar zit die toeter? Ja, ik ben die toeter kwijt, jongens. Oh, kijk. Hey. En achter ons zitten ook mensen. Oh, het is goed. Kut. Maar de bedoeling is dus dat we dus langs allemaal plekken hier in Amsterdam moeten gaan. Soort van, hoe noem je dat als vroeger? Zo'n speurtocht? Ja, zo'n speurtocht inderdaad. We moeten gewoon langs allemaal plekken gaan en dan krijgen we de volgende locatie. En uiteindelijk komen we uit bij het event, zeg maar. Het event en daar komt een optreden. Volgens mij kwam Fleming en zo. Dus het wordt hartstikke gezellig. Maar ben jij een beetje gekke coureur of moet ik me een beetje zorgen maken bij jou? Ik moet zeggen, ik kan wel redelijk goed rijden, maar ik heb nog nooit in dit ding gereden. En ik vind Amsterdam heel eng om te rijden, dus het is wel groot. Dus ik vind het wel een beetje nu al goed. Vind je Amsterdam eng om te rijden? Ik vind Amsterdam wel een beetje eng om te rijden. Ik geef je 1 tip, want ik rij hier wel vaak. Je moet scheid hebben. Je moet echt scheid hebben aan mensen. Je moet gewoon altijd voorrang nemen, zo werkt het gewoon in Amsterdam. Maar met deze auto, opletten, want voetgangers doen dat ook en fietsers ook, die gaan gewoon door rood. Ja, maar met deze auto's heb ik als ik nu iemand raak, dan liggen we zelf ook in buik. Ja, waarschijnlijk wel, maar goed. Oh shit, we zijn onderweg. Kelly wil graag een dansje doen. Kelly, ga je gang. Oké. Kan iemand even het liedje doen? Doe even die baila mee, jongens. Go. 5, 6, 7, 8. Hoort zij bij jullie? Dacht je uit met het gesticht? Ik hoop niet dat zij rijdt. Want ik ben hier wel de oudste. Ik heb de meeste rijervaring.
namelijk. Ja, maar dat betekent niet dat je bent oud. Dat betekent... Fucking 12 jaar, 13 jaar zo. Jezus. Ja, wat denken wij te gaan doen? Ik kom maar lekker met de deur in huis. Ja, nou rij maar naar binnen joh. Hey, boeien. Hey, is dit nou een ROC? ROC, kom maar binnen. Je mag, rij maar erin. Het is een ROC, doe maar. Ja, het is examenstunt dit. Daar gaat hij hoor, hey. Nou, dit gaat fantastisch jongens, hey. Wat is de vlats? Nou jongens, dat was het weer. Het was wel grappig. Ik moest een speurtocht doen en moesten langs allemaal punten. En dan moest ik een foto van maken en dan kregen we een volgende opdracht waar we heen moesten. En dat is het is een soort van een klein stadsautootje. Dus hij kan 45 km per uur. Maar hij is echt ideaal. Echt ideaal. Het was een soort van testrit. Maar omdat ik natuurlijk in Amstelveen woon en dicht bij de stad zit. Ja, voor in Amsterdam is het echt helemaal perfect. Maar misschien dat ik hem binnenkort nog een keertje ga filmen. Want waarschijnlijk krijgen we ze een tijdje mee. Dus dat is helemaal top. Ik zei dat ik eigenlijk na dit event zeg maar naar gym zou gaan om mijn auto te rappen. Maar ik denk toch dat ik het niet ga doen. Aangezien ik het gewoon nog niet zeker weet. En ja, waarom zou ik hem eraf halen? Ik heb weer heerlijk mijn autootje terug, jongens. Oh, wat fijn zeg. Wat fijn. Jongens, zo'n kleine auto is natuurlijk top. Maar jongens, dit blijft wel echt mijn schatje. Ik ben nu onderweg naar Koen, want die woont ook ergens, of nee, die woont hier volgens mij niet. Die is nu ergens bij Amsterdam-Zuid. En die ga ik ophalen en dan gaan we weer padellen, net als gisteren. En Willem gaat ook mee en Ruben ook, maar ik moet natuurlijk met Koen in het team. Ik moet natuurlijk met Koen in het team, want ik ga niet met Willem, want het werkt gewoon niet. En Koen en ik zijn gewoon zo goed, jongen. Het is niet normaal. Maar goed, ik ga hem nu ophalen. En ik ben nog steeds wel heel erg benieuwd naar jullie mening, zeg maar. Moet ik mijn rapper afhalen of zou ik hem, of zou ik hem gewoon zo laten? Kijk, ik... Hij is nog steeds gewoon hartstikke dik. Ja, ik ben er nog steeds wel blij mee, maar ik wil gewoon een keer wat anders. En als ik hem eraf haal, kijk, ik zal even snel de deur open doen. Als ik hem eraf haal, dan heeft hij deze kleur standaard. Ja, ook dik. Dat vind ik ook dik. Ik vind het ook dik. Ik twijfel. Laat maar weten in de reacties. Grijs, dus anthraciet, of mijn rapper ophouden. Taxi Vincent hier, maat. Hey, lang niet gezien. Mijn teamgenoten, hè? We zijn we. Kijk, luister, we kunnen misschien straks wel met Willem en Ruben gaan, maar ik ga echt niet met Willem. Ik ook niet. Wij moeten gewoon samen. Nou. Ik denk dat we het weer moeten doen. Lekker maar. We gaan sowieso niet met Willem. Nee, sowieso niet met Willem. Nou, Wim en Ruben zouden voor mij kleren meenemen, dus ik zeg, nou, doe maar een kort broekje en een fucking t-shirt. Hoe lastig kan dit zijn, mannen? Sta ik dan met mijn spijkerbroek? Man. Ik heb gewoon geen kleren bij me. Nou, lekker is dat. Ik ga niet terugrijden. Gelukkig had ik nog een zwart shirt en een zwarte zwembroek. Helemaal top. Altijd handig kleren in je auto hebben. Ja, dus als je er nog een keer ze achteruit in wil slaan, dan heb je een zwembroek. Ja. Oh. Ga je dit aandoen? Je had wel even mogen strijken. Je had wel inderdaad wel even mogen strijken, Wim. Het is niet. Wim, kom op. Weer aankleden. Nou, dat vind ik echt niet leuk. Wim. Ah! Vieze Wim. Nou, jongens, wij gaan lekker richting Loetje. En vanavond gaan we uit, maar we komen hier nog terug. Dus ik laat mijn haar lekker even opdrogen en dan doe ik het straks alweer. Jongens, daar zijn we weer. Oude Kerk aan de Amstel. Alleen het is waarschijnlijk wel druk. Dus we willen deze keer bij Loetje gaan eten en niet bij Heisa. Maar hopelijk is er wel gewoon plek. We hebben plek, Wim. Het lijkt helemaal nergens naar. Ben je niet tevreden over de weg? Nee. Oh. Wat is jouw gewicht? Mijn gewicht? Koen, doe eens normaal, man. Yeah. Het is gelukt. Hij loopt. Bas is nu aan het filmen. Het heeft misschien een kwartier gekost om dat ding aan te rijden. Maar Bas het goed. Maar filmt hij of filmt hij? Hij filmt wel. Wauw, heb je dit net gestreken? Je wilde filmen dat ik mijn shirt aan het strijken was, maar ik heb het nu al gestreken. Ja. Maar hij is wel mooi kreupelvrij. Kan je het voor mij ook gelijk even doen trouwens? Sorry, ben ik jouw slaaf? We hebben hier een raar joch. Hé, hey, is dat vlees van je? Maar je kan helemaal niet zo ver inzoomen met dit ding eigenlijk. Toch? Of wel? Waarom? Ben ik het weer aan het verpesten of niet? Nee, je kan helemaal niet zo ver inzoomen. Hé. Hey. Waarom smelt dit niet? Omdat... Ja, wacht maar. Je bent best lang. Ja. Nou, leuk niet. Vin, doe wat leuks. Ben je aan het filmen? Ja, Vin, doe wat leuks. Hier, Wim zegt het ook. Vin, doe wat leuks. Staat hij aan? Ja. Hey guys, goedemorgen. Gisteren zijn we uit geweest en Koen is nu aan het filmen. En Koen heeft bij mij in bed geslapen en ik heb zo lekker geslapen, dat is niet normaal. Maar jullie lagen echt schattig, dat mag wel gezegd worden. Ja. Kijk, dat is Willem. Willem is alweer weg. Nou, ik lag schattig. Hij lag alsof hij in een yoga-houding lag. Ja, maar... Hebben we het filmpje opgeslagen? Hebben we het filmpje opgeslagen, Wim? Ja. Nou, stuur ja, mooi. Je zou nu maar stage moeten lopen. Oh. Dat is echt vreselijk.
Zo jongens, ik ben heerlijk mijn bedje uit. Gisteren was een hele leuke avond. We hebben het lekker laat gemaakt, maar het was wel hartstikke gezellig. Maar goed, vond je deze video nou leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreken jullie later.